Goedemorgen en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Laten we eventjes een beetje bijpraten. Ik sprak jullie voor het laatst vrijdag. En toen ben ik dus een weekendje weg geweest samen met een vriendin. Super gezellig, kan je een aantal foto's van zien in mijn vorige weekvlog. Mijn week eten als vegan YouTuber was ook online gegaan. Ik had echt hele lieve reacties gekregen van Vilia en Masha, als wie ik onder andere had gegeten. En deze week staat een beetje in het teken van Pet zijn verjaardag. Patrick wordt morgen 25, maar vandaag beginnen de verrassingen al een beetje. Ik heb net gedoucht en mijn haren gewassen. Ik heb ons online ingecheckt, want wij gaan vanavond naar de stad. En dan gaan we als verrassing een high cocktail doen. En ik heb al een paar keer een high gin gedaan. En dan krijg je zoveel eten bij dat het eigenlijk prima kan als je diner, zeg maar. Dus dat gaan we doen. En omdat het best wel een gedoe kan zijn dan met vervoer terug, leek me heel erg leuk om een nachtje in een hotel te slapen. Dus het is wel in de buurt, maar ik denk alsnog heel erg leuk. Het zag er ook uit als een heel hip hotel, maar dat gaan jullie natuurlijk vanzelf zien. Ik heb er heel veel zin in. Er is namelijk ook een bad. Ik ben al heel lang niet in bad geweest en ik hou heel erg van in bad zitten. Ik denk dat ik het ook nooit verwacht. En het was wel heel chill, want ik heb dus wel vaker gehad dat ik cadeautjes bestelde of had gekocht en verstopt in huis. En dat dat wel eens, ja, dat bed er zeg maar achter kwam. En nu hoef ik natuurlijk niks te bestellen. Dus dat is top. Het zijn dingen om te doen. En dan worden we als het goed is dus morgen wakker. En dan gaan we lekker ontbijten in het hotel. En dan in de avond gaan we eten bij Pet's moeder. En dan na het avondeten komen een aantal mensen voor. Pet weet dat er een feestje is, maar niet wie er komen. Of eigenlijk, ja, hij weet dat er een feestje is, maar dat is het. Dus ook heel erg leuk. En dan ga ik zo meteen eventjes mijn vorige weekvlog editen. En een beetje sneaky dus een tas inpakken met, weet ik veel, een paar dingen die je nodig hebt als je nog ergens slaapt. En dan gaat het denk ik een hele gezellige week worden. Er staat ook iets heel erg chills gepland aankomende zaterdag. We gaan namelijk samen floten. Nou, daar zal ik jullie natuurlijk tegen die tijd meer over vertellen. Maar dat houdt kort gezegd in dat je drijft op water waar heel veel zout in zit. Net als in bijvoorbeeld de Dode Zee. Het zou heel ontspannend moeten zijn. Tegen stress moeten werken. Als je mijn afgelopen weekvlog hebt gezien, dan heb je gemerkt dat ik de laatste tijd niet zo heel goed stress kan handelen. Dus ik kijk er naar uit. Dus ik kan vanavond of morgenochtend in bad en dan in het weekend floten. Zin in. Wat ook chill is, is dat dit mijn tas is van afgelopen weekend. Dus daar hoef ik natuurlijk maar heel weinig uit te halen en heel weinig weer bij te doen. En dan kunnen we weer een nachtje weg. Ik dacht dat ik het niet zo leuk zou vinden dat de laatste tijd weer zo herfstig is en aan het gieten is buiten. Maar ik vind het nog steeds lekker cozy. Nog steeds lekker truitjes aan. Ik heb mijn make-up bijna gedaan. Ik moet alleen nog eventjes mascara opdoen. Maar ik heb weer een keer soap brows gedaan. Dat heb ik heel lang niet gedaan. En misschien hebben jullie dit ooit voorbij zien komen. Ik gebruik namelijk graag de Urban Decay Brow Blade voor mijn wenkbrauwen. Maar dan alleen de kant met het potlood. En de andere kant is zo'n soort eyeliner tipje. Maar ik zag dat op TikTok voorbij komen dat mensen zo hun wenkbrauwen in gingen vullen. Dus ik dacht, ik heb dit nog liggen. Dat ga ik ook proberen. En ik vind het tot nu toe leuk. Even kijken hoe lang het blijft zitten. Spulletjes zijn voor de rest ook al ingepakt. Dus ik dacht, dan doe ik mijn make-up, dan kan dat erbij. En dan hebben we in principe alles om één nachtje eventjes weg te gaan. Want dat wilde ik gedaan hebben voordat Patrick thuis kwam. Ik weet niet precies hoe laat hij thuis komt. Dus laten we hopen dat deze verrassing een verrassing blijft tot het moment dat hij er daadwerkelijk achter hoort te komen. Was dat gezellig? Ja. Ja? Ja. Maar wat gaan we nu doen? Weet het niet. Wat heb je vast? Wat? Met? Jij zit ook een onderbroek mee in zat. Onder andere. Dan nog meer. Ze hebben tandenborstel er ook in. Misschien. Misten jullie niet hoe je haar nog ging doen? Nee, want ik ging mijn haar doen en niet mijn tandenborstel. Ik was zo bang dat je nog je parfum op ging doen en je haar ging doen. Dat het je op zou vallen dat allebei onze tandenborstels weg waren. Wil je nog naar de Spar? Ja, kan. Wil je nog snacks halen? Ja, dat is goed. Oké. Okay. We're going on an adventure. Het is de eerste deur. Misschien moet jij voorop. Dit niet. Hier kan je geen pasje voor houden. Oh, de trap op. Oké. Okay. We gaan echt op avontuur. Oh, kijk, nummer 1. That's us.
Oké, hou jij het pasje er maar voor. Ze heeft niet gezegd wat voor kamer we hebben. Dat vind ik wel leuk. Oh, een afstapje. Oh. Wat ruikt het lekker. Oh. Oh, yes. Ik heb rozenblaadjes voor je laten. Wat leuk. Superleuk. We moeten even ons uitzicht bekijken. Kijk, en we hebben ook snackjes. We hebben net wel snackjes gekocht, maar ja, water, thee. Oh, wat leuk. Oh, daar moeten we zitten zo. Ja, hier, maar wacht, kunnen wij daarheen? Hier, oh mijn god, wat moeten we doen? We moeten even alles bekijken. Kijk, de olifantjes. Dit is jouw cadeau trouwens. Ik volg jou. Ik ben je camera crew. Dit is echt super leuk. Ik ga even mijn blazer uitdoen. Wat is dat wat, man? Ik weet niet of ik aan het filmen was. Dat zal toch wel. Ik zal net wel per ongeluk uitgeklikt hebben. We zijn op de kamer. Is dit zeg maar... Oh, hier is zeker de wc. Wat grappig. Dit moet je niet boeken. Als je met iemand gaat die... Waarvan je... Diegene niet in bad of onder de douche wil zien. De wc. Oh, kijk op. Zelfs dit is leuk. Ik weet dus niet of mijn camera net aan stond. Maar het zijn allemaal leuke hangplantjes. Dit ziet er allemaal zo leuk uit. Ik hou echt van hippe hotels. En dit is natuurlijk gewoon allemaal zelf betaald hoor. Maar we kunnen ook nog buiten. Ja, dat wil ik hoor. Dat moet je indrukken. Het licht is wel een beetje blauw. Is dat de keuken, denk je? Nee, dat is weer wat anders. Nee, misschien wel. Oh my god. Het was of uitzicht op de grachten. Maar die hebben we al lang gezien. En heb je dus de minder mooie kamer. Of je hebt dit. Ik vind dat we echt de leukste hebben. En hierboven zijn denk ik dan ook kamer. Goedemorgen, ik heb lekker een comfy outfitje aan. Flirtbroeken zitten echt gewoon als pyjama's. Heel lekker geslapen. Ik heb echt geluk, 2 nachtjes in een hotel in 3 dagen. Gisteren lekker in bad geweest, vanmorgen lekker in bad geweest, want dat kan gewoon. Bed lag lekker. Ja, ook lekker geslapen. Voel je jarig? Ja. Dat is belangrijk. Nu gaan we naar beneden voor het ontbijt en... uitchecken, want we hebben uitgeslapen. Wanneer iemand jarig is, moet je maar gewoon meegaan in diegene. Dat is wel goed, wacht, mag ik bestellen? Ja, mag ik een mixbox alsjeblieft? Mixbox, welke sausjes heb je erbij gewild? Doe maar zoetzuur. Ja? Dat was hem. Oké, dat is 7,50, mag ik doen het eerste dag? Ja, denk ik. Dankjewel. Flashback naar mijn mukbang met Esmee. Dat we een nieuw McDonald's eten gingen proeven en ik dit zei. Weet je wat ze hadden moeten doen? Ze hadden een keer van die bitterballen bij de Mac. Ze gewoon zo'n sharebox moeten doen. Met volgens mij was dat er toen ook. Met frikandellen. Ja, gewoon in plaats van die chicken tenders, frikandellen of bitterballen. Ze hebben geluisterd. Ik had niet verwacht dat wij zouden slapen. Nee. Here we are. Dit is echt leem. Ik ben de laatste tijd echt op mijn vlog game. Maar we hadden een soort van surprise party voor Pat. Hij wist dat er een feestje was. Maar dat was alles. Dus hij wist niet wie er kwam, wat er zou gebeuren. Ik wist echt niks. Nee, dus ik was daar een beetje druk mee met iedereen in de gaten houden wie er kwam. Of alles goed ging. En op een gegeven moment dacht ik, oké, ik heb niks gefilmd. Misschien heb ik net dingen erin geplakt, dat zou kunnen. Ik hoop dat je het heel gezellig hebt gehad. Ik wel. Ik raak altijd zo buiten adem van die trap. Ja, we moeten altijd zo'n trap op. Maar het was wel heel gezellig, toch? Goedemorgen. Kijk nou hoe cute. We hebben afpakbroodjes meegekregen van Pet's moeder. Bij mij begint wel de moeheid er nu een beetje in te kicken. Zeg maar, mijn ogen voelen een beetje zo. Voor de rest voel ik me heel chill en ik voel het gisteren echt gezellig. En... Oh, laat zien. Ik heb deze gekregen. Ik heb deze gekregen, maar het is echt magisch, want ik hoor niks. Nee, het is noise cancelling. Ik heb ook nog nooit zo'n koptelefoon op gehad.
Maar Pet vindt dat heel lekker met thuiswerken en zo. Mm. Pet heeft nog een paar dingen gehad. Grote dingen ook, die wat moeilijker waren om mee te nemen. Dus dat gaan we zo nog halen. Je hebt echt leuke cadeautjes gehad. Ja, vind ik ook, ja. En het was echt heel gezellig. Dus dat is heel mooi. Maar dat wilde ik dus zeggen. Ik heb me eventjes omgekleed. En mijn haar is echt super stug en er zit echt een rare knik in. Maar we gaan zo dus eventjes... De auto staat nog bij Pets moeder. Dus die komt nu deze kant op. En dan gaan we mensen weer thuis afzetten en cadeautjes ophalen. En jij bent lekker aan het thuiswerken. Ja. En ik ben lekker Animal Crossing aan het spelen. Ja. En TikToks aan het kijken. Ik krijg natuurlijk wel eens perspakketjes. En ik ben ook pakketjes aan het opsparen voor een video. Die ik morgen ga filmen. Maar ik had echt een rare dikke envelop van school. Er stond al op hogeschool in Holland. En we zijn niet de beste matties natuurlijk. Omdat ik al bijna 2 jaar doe over afstuderen. Zit er echt een kaartje bij met hoe gaat het? We denken aan je. En daarom hebben we een leuke verrassing. Met een pakket waarmee je een smoothie kan maken zelf. Hier zit allemaal poeder in. En dan fruit wat je anders weg zou moeten gooien. Kun je dat in de blender doen en dan dat erbij. En er stond bij, heel veel succes met het afronden van je tentamens. Nou ja, bij mij dan mijn scriptie. Geniet van je vakantie en blijf gezond. Geniet van mijn vakantie. Ik moet in de officiële zomervakantie juist aan mijn scriptie. Maar het is natuurlijk gewoon een algemeen dingetje. Schattig. Nog nooit eerder in mijn 23-jarige leven zoiets schattigs van school gekregen. En ik ga nog eventjes meer post openmaken. En ik heb nog een heel leuk pakketje binnen waarvan ik eigenlijk al weet wat erin zit. Ik kan echt niet wachten om het open te maken. Maar ik ga toch echt nog eventjes een dagje wachten. En dit is het grote cadeau wat we nog op moesten halen. Dus daar moeten we even een plek voor kiezen. Waarschijnlijk komt hij hier. Maar het zou ook kunnen dat hij op de slaapkamer komt waar deze plant eerst stond. Ik moet even kijken waar het leuker staat. Keeping up with the Kardashians staat aan. En gezond eten de afgelopen dagen. We don't know her. Morgen gaat het weer wat beter. Dit is wel echt goed gepland met de boodschappen van vorige week. Ik was natuurlijk in het weekend een dag weg. En gisteren hadden we die... Nee, eergisteren die high cocktail als avondeten. Gisteren bij Pets moeder gegeten. En ik dacht, nou, naar Pets verjaardag. We hebben waarschijnlijk geen zin om te koken. En we zijn allebei echt super slaperig. Oh, en Pet is trouwens de pizza aan het snijden met een mes. Want onze pizzasnijder is verdwenen. En ik snap echt niet hoe het kan. Maar eventjes makkelijk dus vanavond. En dan later gaan we wel weer beter eten natuurlijk. We zijn online aan Mario Kart. En het gaat echt zo slecht. En ik ben zo moe. Oké, Pet. Ik ga voor de top 10. Rainbow Road. Er is een glitch in de system. Waarom sta ik eerst? Ook niet. Ik ben ik zet de camera aan. Ik ben de hele tijd een van de laatste. Moet je de camera maar even aan? Ja. Goedemorgen. Ik heb de laatste tijd weer deze playlist aan van Spotify. En hij is zo ontzettend chill. Dus, tipje. Want ik begon gisteravond weer echt hoofdpijn te krijgen. En ik doe gewoon de laatste tijd in vergelijking met een paar maanden geleden best wel. Of nou ja, in vergelijking met bijvoorbeeld een maand geleden best wel veel. Dus ik denk dat ik daar mentaal nog een beetje aan moet wennen. Maar goed, ik heb echt alleen maar leuke dingen gedaan tot nu toe deze week. Ik ga vandaag ook weer leuke dingen doen. En ik ben zo benieuwd naar het floten zaterdag. Maar wat er vandaag op de planning staat is, ik ben alleen thuis. Pet is op kantoor aan het werk en ik wil een beetje opruimen. Ik heb dus mijn peeling opgedaan. Dat was alweer een tijdje geleden dat ik het woord laat had gedaan. En ik merkte het echt heel erg aan. Mijn huid was weer een beetje een grover oppervlakte geworden of zo. Als je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Dus dat is chill. En ik moet mijn video voor morgen filmen en editen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Ik had het ook gisteren kunnen doen. Maar ik ben echt blij dat ik gisteren eventjes een chill dag had. Want op een gegeven moment kakte Patrick en ik echt in. Het is wel echt weer een hele druidelige dag. Maar nog steeds vind ik het echt best wel chill. Ik dacht echt toen we van mega lekker zomer en strand weer hier naartoe gingen van, oh nee, dit ga ik maar 1 dag chill vinden. Maar inmiddels is het alweer een tijdje gaan. En I don't mind. Ik ga lekker een kopje thee zetten. Het enige is dat ik de belichting van vooral mijn vlogs een beetje lelijk vind. Dat het aan de ene kant heel licht is en dan is het hier heel donker. Maar ja, als het dan het ergste is. Ik ga ook lekker de kaarsjes aandoen en dan ga ik eventjes een ontbijtje maken.
Oké, ik heb echt lekker lang boodschappen zitten vergelijken met elkaar. Omdat wij natuurlijk meestal bij de Albert Heijn bestellen. En ik hoor van heel veel mensen dat picknick heel chill is. Maar ik ben daar echt dan... Ik weet niet, ik vind het heel lekker om achter mijn laptop te kunnen bestellen. En picknick heeft alleen een app. Ja, nou ja, dat is wat het is. En ik heb net eventjes alle boodschappen die ik bij Albert Heijn in het winkelmandje had gedaan. Ook bij Jumbo toegevoegd, maar het was helemaal niet goedkoper voor bij ons. Misschien de verzending, maar het kwam echt ongeveer op hetzelfde neer. Dus dat zal vast en zeker ook per product verschillen. En het was onhandiger met sommige dingen qua hoeveelheden. Dan wilde ik bijvoorbeeld zoveel gram basilicum en dan moest ik bij de Jumbo 2 verpakkingen ervan bestellen. Nou ja, voor ons op het moment maakt het dus niet zoveel verschil. Ik heb echt een uur heel rustig alles zitten doen. Boodschappen komen morgen, dus dat kan ik wel aan jullie laten zien. Nu ga ik echt mezelf even klaarmaken, want mijn haar zit ook heel gek. En dan ga ik zo meteen lekker filmen. Lekker kaarsjes aan, denk ik. Lekker knus maken. Ik heb wel weer zomerkleding wat ik ga laten zien. Op een of andere manier, als ik dat laat zien in een video, is het altijd dit soort weer. Maar het is wat het is. Hoi en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben klaar met filmen en het was lastig. Ook nu dus weer met de belichting. Dus als ik bepaalde items in beeld hield, werden dingen overbelicht. Dan werd het weer heel donker. Dus ik hoop dat het allemaal een beetje goed is gegaan. En met edit kan ik natuurlijk ook het een en ander nog wel redden. Alleen nu zit ik een beetje te twijfelen. Het is een unboxing video, maar doordat er zoveel kleding in zit, is het eigenlijk wel chill als ik ook aanbeelden erin plak. Wel echt veel werk. En het is hier best wel een troep, dus ik weet niet zo goed waar ik dat dan zou kunnen filmen. Maar ik ga dat nog wel eventjes doen. Het is inmiddels alweer 2:55. En eigenlijk moet ik ook eventjes lunchen zo. Ik had echt net zo goed in plaats van een unboxing video een shoplog kunnen maken. Omdat het zoveel kleding is. Maar dit is denk ik echt een van de beste verzamelbestellingen van kleding die ik echt in tijden heb gedaan. Ik ben altijd enthousiast. Maar hier zit echt leuke zomerkleding tussen. En de meeste dingen zitten ook heel fijn en leuk en lekker. Dus mocht je benieuwd zijn, ik heb denk ik ook een aantal kortingscodes. Dus dan kan je beter eventjes de video van afgelopen vrijdag checken. Maar sneak peek, superleuk groen vestje. Ik heb heel veel jurkjes in leuke kleurtjes. Een supermooie maxi jurk. Een heel leuk tasje weer. Zonnebrillen, echt ook goed voor mezelf, zeg maar. Dat ik die dingen eventjes aan heb gepast, want dan weet ik hoe het zit. En volgens mij past in principe alles wel. Nu ben ik wel echt gaar, dus ik ga denk ik eventjes wat drinken pakken. Misschien een ijskoffietje maken. En kijk, er is wel echt chaos weer overal. Daar ligt dus ook al die kleding. Dus ik denk dat ik morgen maar eventjes een opruimdagje ervan moet maken. Ik heb wel dit nog van avondeten van laatst. Maar ik weet niet hoe lang geleden dat is. Het ruikt wel nog heel erg goed. Ik denk dat ik dat eventjes op ga warmen. Dus de ijskoffie misschien een beetje raar voor mij. Maar ik heb nog wel spa, watermeloen en kiwi. En mijn batterij is leeg. Dus ik ga eventjes lunchen en de batterij verwisselen. En dan ga ik zo lekker editen. En toen was het alweer tijd voor avondeten. Binnen. En oh my god, ik heb mijn nagels kort geknipt. Acryl nog niet verwijderd. Ik vind het er heel bijzonder uitzien. Wat gezellig zo met het plantje erachter. Oké, ik ga het snel laten zien zodat we het lekker op kunnen ruimen. Jij weet ook niet wat we besteld hebben, maar de pasta die op het menu staat is van koolraap gemaakt. Oh wauw. Ik was benieuwd of de Albert Heijn ook naast courgette spaghetti ook andere pasta had gemaakt van groenten. En ik zag best wel veel. En ik zag deze als enige verse pasta. Dus dat gaan we binnenkort proberen. Misschien zo meteen. Misschien
Later dan weer de vegan mozzarella om zelf pesto te maken. Kipfilet, babyspinazie, lenteui, tandoori kipvlakjes, achterham, ijsbergsla, leverworst, boter en serranoham, magere grillburgers en grillworst. Thank Julien, pijnmompitten en ook van Violife, van die feta, zeg maar. Want ik had een recept gevonden waar feta bij moest en ik dacht, jij vindt dat lekker en ik durf het misschien wel aan als het vegan is. Brood en bolletjes en Italiaanse bonnen, pizza en friet. Ik heb in principe heel veel salade en gezonde dingen op het menu staan, maar daarvoor hadden we nog best wel dingen in huis. Basilicum. Tomaatjes, limoen en rode peper, robuuste speldbroodjes, komkommer, banaan, knoflook en nog een rode peper. Oh ja, sushi nori, maar hiermee ga ik geen sushi maken. Scheermesjes, chips, we hebben weer een spa gratis denk ik. Lime en jasmine, dat klinkt heel lekker. Rode ui, niet alles is voor mij hè, wat ik laat zien. Bijvoorbeeld noedels, daar hou ik niet zo heel erg van. Maar dan wel weer, dit heb ik echt ontdekt. Uronoedels. Vind ik wel heel lekker. Mais. Appel. Ook die haver. Ei. Truffelmayonaise hebben we heel lang mee gedaan. Maar daar was weer een nieuwe van nodig. En voor de rest zit er nog pink in. Maar ik heb geen zin om dat er allemaal uit te tillen. Dus we kunnen er weer eventjes tegenaan. Oké, je ziet wel waar de inspiratie vandaan komt. Maar als avondeten een beetje een uitprobeersel. Koude salade met uronoedels. IJsberg stak er trouwens denk ik wel wat meer van bij. Zoetzure komkommer. Die pittige kip. Deze kunnen er ook nog bij. Komt in het keukenkastje. Het eten was echt verbazingwekkend lekker. En nu gaan Pet en ik Netflixen. En we zijn laatst begonnen. Of eigenlijk ik. Maar we kijken af en toe ook een aflevering samen. Aan Unsolved Mysteries. We hebben 2 afleveringen gezien. En ik vind het tot nu toe wel echt heel erg interessant. We kijken ook nog The 100. En ik ben ook klaar met de 2 seizoenen van Keeping Up with the Kardashians die op Netflix stonden. Dus dat was eventjes de serie-update. Het is een beetje donker, maar we hebben inmiddels weer 2 afleveringen gekeken van Unsolved Mysteries. En het is echt heftig. En wat ook heftig is, wat ik niet had verteld, dat we ook dus kijken, is de Jeffrey Epstein documentaire. Kan je een lichtje schijnen? Kan je een flits aanzetten? Het is wel lichter, maar het beeld is nog steeds wazig. Maar in ieder geval, op een of andere manier vind ik heftige podcasts en heftige series en docu's wel heel interessant. Dus daar gaan we aflevering 3 van kijken. En we kijken ook echt maar 1 aflevering per keer. Omdat het dus gewoon niet iets luchtigs is wat je zo eventjes kijkt. Inmiddels is het zaterdag. En ik heb helemaal mijn lichte outfitje aan. En mijn leuke nieuwe tas mee. En Pet en ik zijn afgereisd naar Amsterdam. Het is best wel een tijdje geleden. Ik vertelde het al een beetje aan het begin van de vlog. Maar wij gaan vandaag voor het eerst floten. Dit is in samenwerking met Floatspa. Maar ik ga jullie natuurlijk gewoon meenemen in onze allereerste ervaring hiermee. Er zit een locatie in Amsterdam en in Den Haag. En waar wij zijn dus in Amsterdam is echt op loopafstand van station Sloterdijk. En je kan er ook parkeren zoals wij hebben gedaan. En ik ben echt super benieuwd. Want floten schijnt echt super veel voordelen te hebben. En wat ik al zei. Het water daar zit zout in. Net als in de Dode Zee. Dat het zoutgehalte zeg maar zo hoog is dat je erop gaat drijven. En de ruimte is dan ook verwarmd. Waardoor je geen temperatuurverschil merkt. En dat zou dan mega ontspannen moeten werken. Waardoor je al je spieren in je lichaam zou moeten ontspannen. En het zou heel goed moeten zijn voor je creativiteit. Tegen stress. Tegen migraine had ik al gelezen. Ik lees ook dat het tegen slaapproblemen kan helpen. Het reduceert de aanmaak van stresshormonen. Het verbetert de bloedsomloop. Bestrijdt vermoeidheid en de gevolgen van een jetlag. Het verbetert de concentratie en creativiteit. Verlicht tussen haakjes chronische pijn. Ten gevolge van bijvoorbeeld migraine en reuma of een spierziekte. Misschien weten jullie het wel, maar mijn nek kan heel snel overbelast raken. Waardoor ik dus inderdaad migraine kan hebben. Het bevordert herstel naar een lichamelijke topsportprestatie. En het stimuleert mentale voorbereiding op bijvoorbeeld examens, vergaderingen en presentaties. En ik ga aankomende week waarschijnlijk weer aan mijn scriptie beginnen. Dus ik kan het zeker gebruiken. En het is natuurlijk, denk ik, sowieso echt super relaxed. Je kan volgens mij ook een pakket afnemen met meerdere behandelingen. Maar ik heb geen idee hoe het gaat zijn. En het schijnt dat er binnenkort een VR-experience aankomt. Volgens mij gaan wij die zo meteen uittesten. Dus dat je in het water gaat liggen. En dat je een bril op krijgt. En de VR-experience is dan dat je zeg maar in de ruimte zweeft. Heel benieuwd hoe dat allemaal in zijn werking gaat. Ik ga jullie gewoon lekker erin meenemen. En ik ben benieuwd hoe het bevalt.
Oké, we hebben net de uitleg gehad. Allereerst ga ik straks even onder de douche springen. Zonder shampoo, zonder douchegel. En je kan het trouwens met of zonder badkleding doen. Ik ga straks wel even mijn bikini aantrekken. En dan ga je dus hier de cabine in. En het is dus niet zo'n kleine pot zoals je al vaker ziet. En het ruikt mega lekker. Ik ga even gluren hoor. Hij zegt dat je het best met je hoofd aan die kant wel gaat liggen. Want er zit ook hoog een knop voor lood en een knop voor de verlichting. En je kan zelf kijken of je het licht aan of uit wil. Ik denk dat ik uit een beetje spannend vind. Je kan oorlogjes in doen en het is daar dus binnen 36 graden. Dus heel chill. Ik sprak net ook even met twee dames die voor ons geweest waren. Die zeiden dat ze het echt heel erg lekker vonden. Maar er staat hier gewoon dingen, douchegel, shampoo, conditioner, deodorant om je daarna lekker te douchen en op te frissen. Dus ik ga lekker mijn bikini aantrekken en erin liggen. En ik ben echt enorm benieuwd. Ik ben er net weer uit en ik ga jullie natuurlijk straks vertellen wat ik ervan vond. Maar de eerste 10 minuten staat dit muziekje aan en dan gaat hij uit. En dan de laatste 10 minuten gaat het weer aan, zodat je dus weet, beslaat lekker allemaal, dat je tijd er bijna op zit. Dus ik ga lekker even onder de regen doorstappen. En dan hier kan je nog lekker feunen. Oh, er staat hier ook reinigingsmelk en zo, haarlak. Nou, ik denk dat ik mijn haar een klein beetje droog ga feunen of in ieder geval ga kammen. Jij wel. We zijn weer thuis en ik denk dat ik vanavond echt zo lekker ga slapen. Uiteindelijk hadden we dus niet die VR experience. Die was nog niet beschikbaar. Maar die komt waarschijnlijk de week dat mijn vlog online komt wel beschikbaar. En later dit jaar, wordt het nog cooler, dan komt er een livestream. Dus wat je dan ziet in die VR bril is letterlijk wat een satelliet boven de aarde op dat moment ziet. Dus echt heel erg cool. Maar ik zal mijn experience even vertellen. Ik ben dus nog nooit in de Dode Zee geweest. Naar Dode Zee geweest. Dus ik ga het gewoon even heel simpel vertellen. Het was niet mega diep water in die cabine. En het was een beetje troebel water. Dus je voelt niet het zout. Maar je ziet het wel. En zodra je gaat liggen, drijf je dus. Wat in het begin een beetje apart is. Als je dat natuurlijk nog nooit eerder hebt meegemaakt. Maar het was echt heel erg lekker. Het was wel een beetje zoeken naar wat voor positie ik lekker vond. De ene keer lag ik zo. Dan lag ik met mijn armen daar. Of op mijn buik. En eigenlijk lag alles heel erg lekker. Bet en ik hebben allebei een nekkussentje gebruikt. En die was beschikbaar. Er waren ook oordopjes beschikbaar. Die had ik in. En je kan dus zelf het licht aan of uitzetten. Ik had het aan. Want als ik mijn ogen dicht deed, was het toch donker. Maar ik vond het wel een fijn gevoel dat ik de deur weer makkelijk kon vinden om naar buiten te gaan. En het is best wel onwennig. Omdat je natuurlijk altijd best wel veel prikkels hebt. En als je daar dan ligt, heb je de eerste 10 minuten wel een muziekje. En daarna is het gewoon stilte. En het kan dus ook nog donker zijn. En het voelt alsof je aan het zweven bent. Dus het is echt totale ontspanning. Toen ik klaar was, heb ik lekker mezelf een beetje gekraakt. En voelde mijn spieren echt heel erg lekker. En ik zag ook dat Floatspa 's avonds open is. Dus ik denk dat het echt ultiem is om dit 's avonds te doen. En daarna gewoon lekker vroeg naar bed te gaan. En ik denk dat je dan echt de beste nacht dus ooit gaat hebben. En ik hoop dat wij dat zo meteen ook hebben. Maar het was echt heel erg leuk om uit te proberen. En er staat natuurlijk in de beschrijving een linkje met meer informatie. Dat je ook al die voordelen nog na kan lezen. En je zal er dus ook de tarieven zien voor als je eenmalig heen gaat. Of een pakket af wil nemen. Maar ik denk dat dit ook echt heel erg leuk is om cadeau te doen aan een vriendin of aan je moeder. Het is gewoon iets heel leuks en bijzonders om een keer uit te proberen. Ik heb in ieder geval echt heel erg genoten. En ik denk dat ik straks serieus naar bed ga. Dus ik hoop dat je dit een leuke weekvlog vond. Je kan je abonneren op mijn kanaal als dat zo was. Dan wil ik je nog heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik je snel bij de volgende video. Doei doei!